en heren. De winnaar van de Mitra Award, het beste bier van Nederland in 2017, is geworden van Brouwerij Compaan. Komt-ie, Bloedbroeder! Hey! Kom naar voren. Dames en heren, geef ze een ontzettend applaus. De winnaars. Ja, gefeliciteerd jongen. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Zullen wij, Marco, kun jij officieel de prijs even uitreiken? Dan pak ik jouw microfoon. Ja. Kijk er blij bij, jongens. Deze prijs weer. Ja. Geef een applaus. Jee. Helemaal blij. Ja, hou deze even bij, want dat is voor de foto. Product placement is altijd goed in de persfoto. Ja, heel goed. Ja, even daar, even kijken daar. Ja. Ja, fantastisch toch? Om die erkenning te krijgen op dat bier. Ja. Had je het verwacht? Een beetje. Ja? Ja, we waren wel lekker op dreef. We hadden natuurlijk in Barcelona goud gewonnen met het bier. En goud tijdens de Dutch Beer Challenge. Dus je hoopt het stiekem wel. Ja. Maar het is natuurlijk fucking gaaf om dat dan uiteindelijk te winnen. Een mooi Haags bier en dat Bloedbroeder. Wat is het verhaal daarachter? Ja, de Bloedbroeder is een Russian Imperial Stout met port. En de port is eigenlijk het andere bloed naast de mout. En ja, daarvoor is Bloedbroeder. En aangezien wij Companen zijn en ook Bloedbroeders. Ja, past dat heel goed bij de sterkste uit de serie van Compaan. Ja, hartstikke mooi. Dames en heren, geef ze een applaus jongens. De winnaars nogmaals. Heel goed. Hey, van harte gefeliciteerd met het winnen van de titel Het Beste Bier van Nederland. Wat doet dat met je? Ja, heel veel. Het is heel leuk om dan natuurlijk in Den Haag ook te winnen en dat uitgereikt te krijgen. Ja, heel veel. Het is vooral heel bijzonder. Alle bieren die we eigenlijk in de nieuwe ketels, want dat hebben we natuurlijk gebouwd de afgelopen jaar. Gaan we het zo over hebben, die nieuwe ketels. Maar ik wil weten, het geheim van de Bloedbroeder. Het geheim, nou, die geef ik je niet. Maar vooral omdat wij de hele mooie melange aan ingrediënten aan gebruiken. En in de nieuwe ketels daar de perfecte balansen weten te vinden. Dus qua proces, qua brouwen, qua vergisting. Dat alles gewoon op zijn plek terechtkomt. Ja, dat maakt dat het gewoon een heel mooi bier is. Jullie brouwerij is toch wel een beetje een jongensdroom? Zeker. Zeker. Ja, ik ben het samen met mijn beste maat begonnen, nu 6 jaar geleden. En afgelopen jaar dan de eigen brouwerij ook fysiek gebouwd. En daar brouwen we nu. Ja, zeker. Hele mooie jongensdroom. En kunnen wij ook naar de brouwerij toe? Kunnen we daar de ketels bezichtigen en kunnen we daar een biertje drinken? Zeker. We hebben een heel leuk proeflokaal met hele grote ramen erin. Dus we hebben altijd een mooie verbinding met de brouwerij en het proeflokaal. We hebben daar 20 taps met niet alleen onze eigen bieren, maar ook van bevriende brouwers uit binnen- en buitenland. Dus zeker. Kan je goed bezoeken. Hey, en het beste bier van Nederland, hoe ga je dat overtreffen? Moet dat? Beste bier van Europa? Ik weet het niet. Wat hebben jullie voor nieuws in de ketel zitten nu? Het laatste wat we in de ketel hebben zitten is een Berliner Weizen, dus een kettle sour. Dus we hebben onze bieren of de wort gecontroleerd laten verzuren in de ketels. En die staat nu in vergisting. Jerry Sour Top gaat die heten. Een mooie Berliner Weizen die lekker gedraaid gaat worden. En wordt een heel mooi zomerbier van 3,8%. Juni-juli zal het op de markt zijn. Reden genoeg voor een bezoekje aan Den Haag. Zeker.